Je hebt heel veel volgers op sociale media. Ben je daarom een influencer? Uiteindelijk, ja. Je, hebt de, ja. je hebt de, mm -hmm. de mensen volgen nu door je job, mm -hmm. maar nog eens: je vraagt daar niet onder. Klopt. Maar ik, Tjohan? maar ik denk ook bijvoorbeeld die gedragscode, Als ik mij niet vergis, maar gaat het ook betrekking hebben? Of heeft het ook betrekking op zo bijvoorbeeld? Uh, heel vaak hebben zo YouTubers onder elkaar zo waar ruzie, zoals ja. en semi, uh, semi. Ja, inderdaad. Ja. Dus ik denk maar dat, zo vooral, is dat gesprek ook echt ja, inderdaad, terug ja, van, inderdaad. Dus Toen is dat ook zo'n beetje begonnen. Dus ik denk vooral op, op, op vlak daarvan vind ik dat wel een goede maatregel. Mm -hmm. maar, want allee, zo ruzie tussen YouTubers dat is voor niemand goed. Allee, snap je bedoel, dat is voor niemand. Ik, dat, ik snap dat soms niet, uh, eerlijk gezegd. Uh, uh, zeker Bel op, op vlak van België, hè. Mm. er zijn heel weinig populaire YouTubers. Mm. Um, en waarom allee, werken ze niet samen of zoiets? Allee, ik snapte dat uh, of elkaar een beetje supporten of ja, zo. Ik omdat ik heb zo het gevoel dat in België zo influencers zo allemaal een beetje op hun eigen zijn en zo. Ja. De anderen niet gunnen. Um, ja. allee, je hebt daar wel sowieso mensen die dat wel doen, maar zo de anderen, je hebt er ook heel veel die dat niet doen. Terwijl als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Nederland, dat zijn allemaal influencers die ja. mega populair zijn, allemaal ik weet niet hoeveel duizenden miljoenen volgers. En die zijn allemaal zo complimentair aan elkaar. Ze zijn allemaal vrienden van ja, elkaar. Die gaan bij elkaar op bezoek. In elkaars en elkaars vlog ja. en zo. Dat is, dat is super cool. Om dat te is zien. super grappig dat je dat zegt. Want ik denk, uh, enkele episodes geleden hadden wij hetzelfde over. Wanneer het ging dan om muziek. Ja. En dat is zo ja, grappig. Van dat zelfs op vlak van influencer... Dat er ook een ja, zekere. Ja, muziek is dat ook zo. Ja, maar ik denk dat het meer een mentaliteitsprobleem ja, is, een is toch? Ik denk ja. dat het in alles ja. is. En ik denk wel in de muziek verandert het. En hopelijk zal het bij influencers en YouTubers ook zijn van hoe meer het groeit. Hoe meer het verandert. Maar ik denk dat, mm -hmm. dat ja, mensen nog altijd niet doorhebben van... Ja, als jij 10.000 hebt, volgers, en ik 10.000 en jij 10.000, ja, dat is 30.000. Ja. ja, ja, ja dus en als we dat samen een video al, ja, maken... Als, al kan... komen wij maar één ja. of twee keer samen, we maken de taart groter. En als, hoe groter de taart wordt, mm -hmm. hoe meer we allemaal gaan eten. Ja, maar ik snap ook niet... Allee, allee, doen die dat uit misgunning of zo? Allee, misgunnen die elkaar? Of? Sowieso. Sowieso, allee, dat is toch. <laughs> dat de <laughs> ene wat een deal heeft gekregen bij wat weet het, Brantano en de andere ja, moet het. Dus voilà, Dan gaan ze van die kleinsingen zingen zijn. Ze zo echt zo van. Ja, uh... de... Ja, ah, dat is cool voor jou man, cool voor jou. En dan achter zijn rug is dat zo van. Dat, yeah. van dat uh, wow, zo hetzelfde ja. hetzelfde van, hé, van, je heeft een deal getekend bij Topnotch, en dan iemand uit de buurt, ah fuck hem. Ja, zo. Voilà, yes, 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 so. so, dat zijn allemaal van die kleine dingen, maar op een duur dan blaast hij zich op. Allee, dat ja. uh, dat mm. blijft zo. Terwijl uh, mm. ik zoiets heb van, ja, dat is genoeg voor iedereen man. Dat is echt... Ja, genoeg doeken voor iedereen. Ja, dat is echt. Maar bij, zo. bij die gedragscode was er ook in het gesprek zo, weet je, zo, awareness over pesten, zelfdoding, ja. al die dingen. En dan mm. vond ik het moeilijke van in, in hoeverre. Moet jij nu een influencer bijvoorbeeld gaan verplichten om ook awareness daarover te brengen? Tuurlijk zijn dat superbelangrijke topics, maar ook niet iedereen, niet iedereen heeft misschien die skill om het daar juist over... Het past niet misschien over... bij iedereen perfect ja. om, om het te, te duiden of zo, maar ik denk wel dat iedereen dat wel in zich heeft, zo die bewustzijn van... Oké, okay, ja, Je hebt er denk ik vroeger of laat wel vroeger iets of wat mee, mee affiniteit mee of zo, of mee ja. meegemaakt vroeger, mm. een situatie ja. over pesten bijvoorbeeld of zo. Ja. Um, ik, heb, ik, allee, ik ben zowel vroeger gepest geweest als een pester geweest. Dus snap ja. Ik heb die twee kanten gehad. Dus ik ben dan zo... Ik zou dan in, 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 op dat vlak wel zoiets van hebben van, oké, okay, ik wil dat wel. Ja. Sporten, maar ik ga dan bijvoorbeeld niet um, trainingspakken dragen met zo stop tegen pest en zo van die dingen. Zo, ja. Dat is dan of, of weer zo'n die ja. ja, of te ja. 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 doen. Dat is dan weer ja. het verschil dat ik dan weer ja. niet doe. Maar dan zou ik, ik zou wel die awareness um, creëren of, zo, of delen of ja. zo. Maar ik ga niet zo heel fully outfit ja. en zeggen van hé, hey, nee, stop met pesten. <laughs> ja. Dat weet dan, dan niet zo voilà, Nee, ik doen. zou dat dan gewoon zo in mijn, in, mijn, in mijn stijl proberen doen. Of als ze vragen van, ja, we hebben um, een gezamenlijk dansje bedacht, dan zeg ik van, oké, okay, mag ik dat dansje doen, maar dan in mijn stijl, of op mijn manier. Zo, dan zou ik dat proberen ja. onderhandelen, ja, ja. zeg maar. Dan, ik denk ja, dat als, als iedereen natuurlijk. dat doet, gewoon op, op zijn of haar ja. manier... Dat dat wel lukt. Uh, nee, Natuurlijk. Maar ik denk, de ik denk gewoon, wat ik moeilijk vind is. En dat is ook omdat wij, wij kennen, ik denk iedereen hier, veel creatieve mensen. Mm -hmm. Er zijn mensen die ook gewoon super grappig zijn. Maar dat is hun ding. Mm -hmm. Weet je, bijvoorbeeld, je hebt ook gewoon mensen die heel. Ze voelen zich heel gemakkelijk op hun Insta grappige filmpjes ja. maken en zo. Maar als je die dan op tv uitnodigt. en die moeten ineens over een super serieuze topic spreken. beseft je van, oei, die is super verlegen. Ja. Of die, en dat bedoel ik met. Ik ben zo. <laughs> ja, ja, ik doe altijd zo zotte shit. En dan uh, zo, als ik zo, in echt zo als een tv-studio voor een camera of zo ben ik wel zo. Ik moet eerst op mijn gemak komen. Ja, ja, is, uh, ja, dat ja. is zo pressure, uh. te veel pressure. Ah, en dat bedoel ik met. Dat is dan moeilijk voor die mensen. Want ik denk wel eigenlijk. Vooral net YouTubers uh -huh. en al die mensen zijn net mensen die zo in hun kamer, voor ja. hun camera ja. net, die safe spot hebben gevonden waar ja. ze zichzelf kunnen zijn. En als je die mensen iets gaat opleggen. Niet van je moet dat doen, maar zo toch wel aangeven van het zou wel leuk zijn. Dat een, een soort dat guiding. Doet. Maar ik van, denk omdat dat, ook terug in opvraag, met, met Semi dan, met die hondenfokkers en wat er allemaal. Ja, yeah. is wel, yeah. Ik denk dat dat, zo, dat, is, dat is weer zo helemaal opgeblazen yeah. geweest. Maar ik denk dat dat zoiets wel goed is geweest als ze zich hadden geïnformeerd over de, 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 de dingen, allez, over, over dat fokken dan. Ja. En, yeah. um, dat dat dan wel goed was, die guidelines. Um, omdat ze nu anders de mensen... De mensen... <laughs> de, de mensen um, Um, influencen ja. um, op vlak van kopen, kopen hond, ben een broodfokker. Um, terwijl hij dat niet mag. Ja. Dus dat is dan weer wel hoe dat ze, ay, dat je dan guidelines krijgt. Ja, wel. Um. Dus, dus, dus ik denk dan om, om, om te antwoorden op je vraag van is een gedragscode hoe en moet iedereen zich daarin betrekken, mm -hmm. dan denk ik wel, omdat bijvoorbeeld vanaf het moment dat je al, denk, 10.000 volgers hebt of zo, heel veel jonge mensen en ook jonge kinderen gaan nu volgen. Dus ik denk mm -hmm. dat je daar op een of andere manier, of het nu subtiel is of via dungeons of zo, of via, via campagnes, mm -hmm. dat je daar wel je bewust van moet zijn. Want als we dan terug gaan kijken naar wat dat semifia met die hondenvoekers, als, als daar echt een, een guideline zou geweest zijn, denk ik niet dat dat zou gebeuren. Ja, zijn. Voilà, Of die hadden zich beter geïnformeerd of ja, zo. Mm -hmm. of, die weet, of, die zei, of die hadden misschien gezegd van ja. stop me. Of de, dit zijn de gevaren. Ja. Zo, dan hadden ja. de hadden ja, andere dan, mensen ja, misschien ja, beter. Dan, 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 allee, dan denk ik wel en bijvoorbeeld ook zo van die youtubers ik weet niet of dat ja, in België gebeurt maar ook zo bijvoorbeeld zo body shaming en zo doen dat is al mensen uitlachen Ja ja ja. Dat snap je, ik bedoel? Dus nee, maar da, dat is ook weer die, die grens hè, van wat is uitlachen en wat is lachen zo als ja. comedian zijnde omdat ja. dat, datzelfde als ik mopjes maak over, over mijn cultuur en zo dan heb ik sowieso mensen die dat grappig vinden maar je hebt dan ook mensen die dat niet grappig vinden dat ze altijd die grens zoeken ja. van ja. Och, en dat is soms ook te veel. Dan weet je ook niet van, oké, okay, ja, maar wat, wat, moet ik, allee, wat mag ik en wat mag ik nu niet? Juist. Uh, wat, wat vind ik grappig en wat vind ik niet alleen?